Bam, 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 bam. Voor in de kerstboom. Tegen een... Met jou. Wat dat van papa. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Bam, 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 bam. Bam 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 bam. Twor, Dennis! Oeh, zo! Maar eigenlijk moet je andersom staan, want anders kan je niet twerken. Nu zie je meer je pielewielie. Je moet aan de voorkant twerken. Dat is zwaffelen. Hoe doe je dat, meisje? Hoe? Hoe deed je dat? Zo. Wil je je tieten twerken ook mee? Dat noem je booby shake. Toen je geen body shaming ging zeggen. Nee. Doe jij even een handstandje dan? Gewoon op de grond? Nee, tegen de muur aan. Het is lekker zacht die muur. Akoestisch. Probeer het wel. Ik moet wel zeggen, je deed wel soepel. Wat? Meest deed wel soepel. Hey, iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog. Hi manager. Oh shit, hoort niet. Ik wou net zeggen. Manager Fem is er, manager. Hey, YouTube. Oh, hey, jongens, hoor het wel, ze hoort het wel. Vinden jullie nou dat ik een brillenhoofd heb? Laat weten in de comments. Hey, Mees. Ja. Ik moet iets opzoeken. Is en, ja, heb ik toevallig een laptop voor nodig. En ik ja, er staat hier toevallig F4, hé. Is dat niet toevallig een. We proberen iets heel stoms van te maken. Ik ben gelijk met de deur naar huis van. Nee, superleuk. Laatste mijn vlog aan jullie had ik laten zien dat ik deze super dikke laptop heb gekregen. Met een Nvidia GeForce RTX 3060 kaart erin. Nou, voor de computerneurs onder ons, dat is echt krankzinnig. Nou, dan heb ik een beetje met deze laptop gewerkt. Hé, jongens, wat een beest is dit ding. Er hangt ook wel een prijskaartje aan, maar echt een beest is dit ding. Kijk, dit is gewoon echt gaaf voor de computermensen onder ons. Kijk, Nvidia heeft dus ook allemaal GIS. Nvidia heeft dus op hun website, zijn allemaal dingen die je kan downloaden, apps. Die compatible zijn dan voor deze laptop. Maar dit ding is bijvoorbeeld echt een beast met video editing. Dus je kan super snel renderen, editen. En met dat renderen, kijk dan hoe dik dit is. Je kan zelfs 3D dingeren. Zo hoog en scherp renderen. Nou, dat is echt fucking vet hier, kijk. Let op. Dat kan je dus doen met Nvidia Studio. En wat ook handig is van deze laptop, als je één app downloadt, kan je ook smoothies maken en zo. Kijk, met een blender. Ik koop hem meteen. Ja, voor smoothies? Ja, nou ja. Ja. Nee, je bij het stukje apps. Ik even scrollen hier, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom, hier Adobe Premiere Pro. Alles is gewoon ingesteld op high-end video editing, photography. Dit ding is gewoon zo beest. Daardoor hangt er natuurlijk wel een prijskaartje aan. Ben je nou geïnteresseerd? Op mgekko.nl staat die te koop in de aanbieding, hé meis. Kijk eens even, als die scherp snelt. Is dat handel? Is dat handel? Nou jongens, weet je wat we gaan doen? Ik bestel er meteen eentje. Ja, mijn creditcard staat er nog op, denk ja, ik niet, maat. Ja, bestel jij zo dingen? Jongens, het is ook nog een Intel Core i7. Je hebt een processor, is 11.8 1180H. Het slaat nergens op, hè. Resolutie is... Klinkt bijna of je nummer geeft voor een dame die je jongens, wil fixen. Nu wordt het echt serieus, hè. De resolutie op dit ding is gewoon 4K kwaliteit. Dat is echt zo. 2560... 4K kwaliteit en je betaalt de helft ervan. Ja. Ja. Dames en heren, dit is natuurlijk een best wel prijzige laptop. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon goedkopere laptops op de MNC-website. Ik neem het even van mijn hoofd. Met mgekko.nl. Als je nog een keer missen mgekko, dan... Als ik deze laptop had gehad in mijn beginperiode van YouTube, toen dit nog zo ver van me af stond, nou, ik denk dat ik gewoon echt... Dit had de gelukkigste man op aarde gemaakt. Dit ding is gewoon fantastisch, jongen. Als ik lekker op pad ga, weer op vakantie of zo, ik neem deze mee. Ga ik zoveel plezier van hebben. En nou ja, jullie kunnen er ook veel plezier van hebben. Dus jullie kunnen het linkje checken in de beschrijving en anders niks. Ja, meest is een hele compatible, fijne laptop. Ja, waarom doe je dit? Een mooi shot. Hey, Zina's. Hey, Zina. Mag ik bij mij doen? Stelt hij scherp dan? Yes. Ja, dat is niet zo moeilijk met die neus. Nee. Ja, of niet makkelijk, kan ook. Wachten. Elke dag staat mijn leven
bijna in het punt van de gekkigheid. En we hadden vandaag weer iets gepland. We wilden een zipline over een pier gaan pakken en bungee jumpen. Maar omdat het weer zo fucked up is, is die kolo zo gesloten. Dus we kunnen niet, jongens. Dat is even balen. Maar wat wel heel leuk is, is dat ik dacht, laten we gewoon indoor gaan skiën en snowboarden. Samen met Mr. Miss. Samen met Dan de Jong. En samen met Shahid en de kids. Mr. Kunstgebied. We pakken die wagen, we planken hem naar die indoor juist. En gaan lekker de kou opzoeken, man. Bang, 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 bang. Bad zal de ramen eruit. Oeh. I'm Batman. Zo cringe, jongen. Oké, wij... Als je een bron kan redden. Ik moet dan even langs mijn ouders. Even wat mijn skipak ophalen. En een bivakmuts. En sprinten! Oh, wat een massa komt daar. Ah, jongen. Let's get lost, ja. Wat we er natuurlijk niet bij zeggen, is dat de enige reden dat we gaan skiën en snowboarden, is zodat we naar de apres-ski kunnen. Maar het is niet gelogen. Het is niet gelogen. Nou ja, jij kan apres-ski pakken, maar ja, ik moet gewoon rijden. Ik moet vanaf de dus hooguit maar... één stukje. Stukje? Wat zeg ik allemaal? Bye! Altijd als jij je zin niet meer doet. Altijd als jij je zin niet meer doet. Bye! Oh jongens. Oh, wat is het pokken weer. Oh! Ze voorspellen dit jaar wel. De winter komt er weer aan natuurlijk. Een van de strengste winters in 100 jaar. Maar ja, dat zeggen ze altijd. Hé, hey, moeders. Ik ben in mijn sleutels pakken. Hé, hey, bro. Hey. Hallo. Ik ben heel benieuwd of het gaat gebeuren om een koude winter te krijgen. Zo, voor me kon dat heel goed zijn. Zou heel leuk zijn. Over de winter gesproken, hoor natuurlijk kerst bij, kerstbomen. En heb je dit voor mijn... Dat wordt mijn kijk eerste kerst. Kijk nou wat ik zag hangen. Voor mijn eerste kerst bij mijn huis. Dus ik moet ook een kerstdorp gaan zoeken. Ik moet een kerstboom gaan kopen. Maar dit heeft mijn moeder voor mij gekocht. Dat ze even scherp stelt. Een vlogcamera voor in de kerstboom. Nou. Wat lief, man. En hij is er ook helemaal in het goud. Maar zit aan de achterkant, zit een spiegel. Wat kunnen we doen aan het klimaat? Zie je dat? Ja. Nou, dat komt omdat het een spiegelreflexcamera is. Maar dat is ook tien. Weet je niet wat spiegelreflex is? Jawel, maar dat is niet de uitvoering. Oh. Maar hoe vind je dat? Dat is meer voor de joke. Ja, ik vind het fucking nou leuk, dankjewel. Echt, ze hebben leuke dingen, Don. En ze hebben kerstdorpen. Wie is ze? Ja, dan ga ik reclame maken, hè? Oh, ja, doe dat maar niet. Geen gratis swipe-ups, klik-ups, druk-ups tegenwoordig. Alles van. Nee, maak het is de bossen. Heel erg leuk, man. Maar mag ik hem nog even hier laten liggen voordat ik hem sloop? Ja, zeker. Maar echt. Heel ik leuk. Ik ben zelf helemaal verliefd op. Ja, leuk. Hij is zo leuk. Ja, hij is echt heel leuk. Nou, wat moet je hebben hier zo? Mijn skipak. Volgens mij hangt hij gewoon hier, ook. Kijk, ja, kijk. Dit is hem. Maar is wel handig. Ja, ik neem hem mee. Ik denk dat ik mijn ski pak. Nee, maar je moet toch ook je broek hebben? Of bedoel je dat niet? Ja, mijn broek ook. Die hangt toch boven. Kijk eens even. Skibroekie, bivakmuts, jas, handschoenen. Dag liefie. Ja, sorry. Ik moet weer gaan, hè. Dan ben je gelijk minder blij, want je weet het. Wauw. Ik blijf me verbazen over deze constructie. En hoe duur de energierekening zal zijn van Snowworld. Aangezien die koelers de hele tijd staan te blazen voor de sneeuw en het ijs. Ga maar snel naar binnen, want hier is geen sneeuw namelijk. Natte sneeuw. Ja, we gaan eerst apres skiën. We gaan erwtensoep hierin pompen, hertogie erbij. En de Mees, jij zat hier net te wachten. Ik had er voor jou twee gehaald. Eén om te atten, één om te... Jatten, zo moet ik nou één atten. Ja, dan gaat er wel lekker rollen van de wapen. De skiën van de wapen. Dus één om te atten, die krijg ik cadeau van ons. Ja, ik heb betaald, maar ik heb de rest allemaal betaald. Ja. Dat is duur, hè? Ja, het is duur, ja. Waarom moet ik nou weer bier halen? Ik moet nog rijden vanavond. Gast, we hebben een 4-uur pas. Die is al lang uitgewerkt dan. hij is ook zo makkelijk te invloeden. Als je het niet wil, moet je niet doen, maar we hebben geen probleem. Ik zeg nu als ze mij helpen. Ja, tuurlijk. Nee. Kom op, je bent er bijna. En dan komt er een hele grote boer aan natuurlijk. Oh, nu gelijk deze nacht gaan voor 50 euro. Nee? Nee. 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 We zijn aan het janken. Nee. Mees doet het net van, hey, ik wil geen bier atten. Doe ik de camera uit, thanks gehad. Ja, kijk, hij is een vuil hoor. Ja. Mijn eerste slokje. Heerlijk, ertsoepje erbij. Ik ben alleen een lepel vergeten mee te nemen. Dat is kut. Maakt niet uit. Lekker. Ik slurp hem gewoon leeg. Dan doe 1 op 10 dan. Met jou? Nee. Mag dat van papa? Wij
Maar kijk hoe cool dat is. Virginio, kan je eens laten zien? Kijk, heb je nog nooit gezien. Is een lepel. Oh, ik dacht dat sheet erin gaf. Wie heeft mijn ketchup dan? Is een lepel met daarin honing. Nee, ik doe je dit expres? Wat? Ik voel me nat bij mijn kont. Ik denk dat ze oprecht niet. Ik kan scheten zo eens even. Hè? Nee, dan zou ik het anders voelen. Het is warm, dit is koud. Ik heb oprecht niks gedaan. Nee. Ik pak alleen gewoon nat die stoel dan. Maar kijk, ja, doe hem erin. Ga je hem zo in doen? Kijk, dat is handel, papa. Miep, miep, miep. Hey, doe maar één saus met brood en een worst. En wat is dit dan, hé? Waar is mijn worst? Waar is je worst? Nou, je krijgt het broodje, maar je worst moet je er zelf tussen leggen. Oh, lekker. Nee, het is een sausworst. Kijk, broodje. Hij heeft niet eens worst. Hij heeft alleen de ketchup en de mayonaise. Ja, wel een worst, hoor. Je hebt vier van jullie. Vier van jullie. En dat is geen Unox, kan ik je vertellen. Wat? Zo was iemand te skiën? Ik ook. Ja. Ja. Ik kan snowboarden en skiën, maar ik ga maar skiën vandaag. Hey, maar als ik nou tussen jullie in het midden ga, kunnen jullie even skiën? Doe het nog eens. Als ik nou bij jullie in het midden ga, kan ik jullie skiën. Als je tegen een vrouw zegt, dan wordt de baan nog beter opeens. Of tegen een... Wat schreeuwt het hier? Oh, natte sneeuw, natte sneeuw. Nee, maar serieus, er zit echt kleurverschil in, hoor. Dus, Ja, jij hebt het sowieso wel eens in de sneeuw gedaan, dat kan niet anders. Weet ik niet. Droog en nat. En een lepeltje is echt klein. Ik wil een heel groot stuk aan, Zo, jij hebt hem eigenlijk al gevoeld, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Dat zeg ik vaker. En deze dingen voel je altijd op een partijtje soort... Ik weet niet, alsof je enkels vastzitten. Wat ook zo is, gast. Wat deed je nou? Hij zit jou de hele tijd voor dik uit te maken en de mij loopt hij ertussen. Hij zat op die stokjes. Au! Ja, prik mijn gaatje even door. Oké, let's go, bro. Let's go. Ik heb GoPro's mee in mijn tas. Ik ga even een beetje inkomen. Ik heb hier mijn skis. Dan gaan we de baan op en dan zien we het wel. Jij hebt nog nooit geskiet, toch? Oh. Tuurlijk, je vader is miljonair, nee. Ja. Dit is wel fat toe, hé. 0 km duur, min 7, 40 centimeter sneeuw. Ja, je gaat de helft niet eens. Of snap je dat niet, Gio? Hier moet je skis aan doen. Nee joh, gewoon hier, let's go. Oh, lekker koud, ik krijg goede vibes van, hé. Ik ben al best lang niet wintersport geweest. Ik mis Mexico nu wel een beetje. Ja, Mexico was beter, ja. Nee joh, gast, die zei ik, fucking leuk dit. Let's get lost. Oh my god. Hey meisje, kan jij überhaupt wel skiën? Kijk, weet je wat het is, mensen? Ik sta bekend omdat ik alles kan. Dus dan kan ik dit ook vast wel. Zo vertrouwen wat je nodig hebt. Nou, let's go, maat. Ga ervoor. Wacht, mijn GoPro. Ja, go, meisje. Oh. Hey, gaat dit te gek. Oh, god, veel kan. Ik kan het helemaal niet! Huh? Ik kan het helemaal niet! Je moet pizza punten, dan ben je vast goed genoeg, hè? Huh? Hier, pak hem, bro. Ik kan niks doen, ik heb volle handen. Ik zou ook echt zo net. Ja, nou, laat maar. Komt goed, gast, we gaan oefenen. Ik ga je helpen als je me nodig hebt. Als je me nodig hebt, hoor ik het wel, ja? Ja, ik moet even opstaan, daar heb ik je maat, kom. Sorry, mensen. Kom. En dan, oh god! Ja, jij bent twee keer groot als ik gek. Ja, kom. Die kan je ze wel aan, denk ik. Gewoon neerleggen, die haakjes die houden ze vast. Heb je dit nog nooit gedaan dan? 8 jaar geleden. Dan zegt hij er ook niet voorbij vooraf en naar snorrel gaan. Ik sta midden op de baan, maat. Ik ga even naar beneden. Oké, nou. Kom op, meis. Kom op, meis. Heerlijk om weer eindelijk te. En ze achteruit. Oh, het voelt zo vrij altijd. Allang. Ja, wel respect, maat, dat je doet. Vallen en opstaan, hè? Zometeen is gans. Dan laten we even inkomen, die arme jongen. Zo, met de biertje had hij ook geen probleem. Dat was ook zijn eerste van vandaag.
Jongens, Mees die heeft ervoor gekozen om een epische stunt te gaan doen bij een klein rampje. Harder, Mees! Oh, hij doet hem, hij doet hem! Oh, oh, oh! De grond trilt, maar ik hoor hem roepen opnieuw. Dan blijf ik lekker zitten hier. Kijk, zit hij bij een soort ramp. Er is ook iemand van Snowball bij, die zegt hij is gek, doe nou niet. Deze buis is van massief staal. Ja, nou, fuck it. Mees en ik doen waar we zin in hebben. Daar komt ie. Harder. Blijft hij staan? Ja, hij blijft staan. Oh, nee. Nee, hij blijft niet staan. Hij deed het wel. Ah, hij doet het wel. Wij moeten deze ook even doen, man. Durf niet. Ah, Mees kan niet eens skiën. Dat durven wij wel. Kom, we gaan doen. Jezus, man. Zee, doe het eens even voor. Doe het even voor. Nee. Wordt geduwd. Hard, hard. Ja! 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 Hij kan het wel, hij kan het wel. Harder, harder. Don is op. Hij is op, poesie, hè? Hier, Shahid. Shahid. Shahid, film mij eens hier beneden, kom eens. Dan ga ik even die schans heel hard pakken. Oké, daar gaat Mees, wordt van de baan afgeduwd. Voor de schans. En wat doet hij? Hij doet het toch niet. Oh. Gio. Hij ging goed, hè? Hij doet het gewoon. Weg in mijn goal. Nou. Harder, harder. Jemig. Wat was dat nou? Wat was dat nou? Ik kan van jou dat blijven doen. Jawel. Zo. Dan heb je toch mij ook gezien hoe ik sprong? Ja, ik ben 10 centimeter langer. Ja, de mijne is 10 centimeter langer, tuurlijk. Mees kan gewoon een zet. Mees kan gewoon een zet. Die heeft pijn aan je kont. Die heeft pijn aan je kont. Ja, zegt hij. Ja, pijn, pijn hoor. Wat? Hij is bijna. Let's go, bro. Let's go, bro. Let's go, bro. Pizza punt Mees, jongen. Alsof het je... Oh, je bent hiervoor geboren, Mees. Pizza punt Mees. En alles mee. Je pakt wel snel op, maat. Lekker bezig. Heerlijk. Alleen de mensen van Snowball verbieden Mees. Nee, beide. De ander optillen een beetje en dan zo. Tjoe. Ze verbieden Mees om van de zwarte piste te gaan. Want ze vinden hem te kamikaze. Ja. Volgens mij is mijn lens een beetje beslagen, maar het was leuk. We zijn kapot. We gaan naar huis en anders niks. Hoe cool is deze stoel trouwens? Gemaakt van skis. Ja, maak hem maar. Wat wou je zeggen? Nee, ik wou wel zeggen, ja, toch? Ja, hè? Omdat ik dat weet, namelijk dat jouw gezicht dan een bepaalde houding aanneemt. De kroon van de skis. Dat wou je zeggen. De kroon van de skis. Ik had een grap, maar. Kijk, daar heb je er een met snowboarden. Snowboard. Kijk. Snowboard. Dat is cool, hè? Gaaf, hè, Virginio? Nee. Oh. Dat was een heerlijk dagje.
met Mees, met Shahid, met de kids. Heel veel genoten, ik hoop dat jullie meegenoten hebben. Morgen ga ik naar Rico Verhoeven en Ben Sadiq. En die dag daarna naar Ajax PSV. Veel content, vergeet niet te abonneren. Hoop ik jullie morgen gaan zien om 5 uur als ik op tijd ben. En anders niks. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zelf heel wat zeggen. Dan is tot de volgende video. Later toppers. Kijk dan, die gaat ook lekker langs.